Sportstimuleringsproject gewonnen door Karin Timmerij, Bianca van Marle. Wie vertegenwoordigen jullie? Ja, wij vertegenwoordigen de outdoor revalidatie van de oncologie die wij als project hebben opgezet. En dat hebben wij samen gedaan. Bianca, je hebt net verteld van mensen die veel chemokuren hebben gehad. Die komen toch verzwakt uit die periode. Hoe vang je dat op? Ja, hoe vang je dat op? Juist om heel goed te kijken naar wat mensen kunnen. Goed te luisteren vooral ook om ook wat mensen kunnen. En dat stap voor stap gewoon eigenlijk te begeleiden in de trainingen. Hebben mensen daar zin aan om zo intensief weer aan sport te beginnen? Of gaan jullie heel langzaam beginnen? Nou, we beginnen altijd langzaam, maar de mensen komen wel gemotiveerd bij ons. En ze willen echt graag weer, als je de chemo heb afgesloten, dan val je eigenlijk een beetje in een gat. Dan heb je geen ziekenhuistraject meer. Dan hoef je niet meer naar de doktoren toe. Maar je moet wel weer in het maatschappelijk leven functioneren. Je moet wel weer gaan werken. En dat kunnen ze vaak nog niet. En als ze dan een ondersteuning krijgen om weer een betere conditie te krijgen, weer minder vermoeid te zijn, dan hebben ze daar echt veel voor over. En dan vinden ze het erg prettig, hebben wij gemerkt, om het in een groep te doen. Met lotgenoten. Doen jullie dat uit eigen initiatief of via een vereniging of via een stichting? Nou, het was wel een eigen initiatief. Karin als fysiotherapeut, maar misschien kan Karin dat beter vertellen. Ja, ik ben het begonnen omdat ik dat ik een studie deed en ik moest een onderzoek doen. En voor dat onderzoek heb ik het idee gestart om dit te onderzoeken. Of het mensen daadwerkelijk stimuleert en of mensen daadwerkelijk fitter worden. Dus ik heb veel onderzoek gedaan vooraf wat de mensen niet konden en waar ze op vastliepen. En dan gedurende het traject elke keer weer opnieuw belicht en onderzocht. Nou, en dat zie je gewoon dat het gewoon enorm goed doet voor die mensen. Bianca, hoe belangrijk is het voor jullie om deze sportstimuleringsprijs te winnen? Heel belangrijk, omdat het eigenlijk zo wat wij doen en wat wij gedaan hebben nog in de kinderschoenen staat. Mensen die vanuit de chemokuren weer hersteld worden verklaard, sporten vaak binnen. In de ziekenhuizen zelf. En mensen willen vaak graag weer buiten sporten. Het sporten binnen ziekenhuizen of binnen de vier muren associëren ze dat ook weer met hun ziekteperiode. En juist het buitensporten levert zoveel positieve energie op. Dus voor ons was het ook, en zeker naar aanleiding van onderzoek die Karin gedaan heeft, ook een erkenning om te zien dat de onderzoeken heel positief waren. En juist wat wij meenden, dat we dachten van juist buitensporten, dat draagt eraan toe bij. En dat zagen we ook terug in de onderzoeken die Karin gedaan heeft. Dus eigenlijk was het een hele goede erkenning voor ons.